En dan nu... Hallo kijkers, de zomerfeesten komen er weer aan. En omdat ik zomerfeesten zeg, weet u dat ik al heel lang in Nijmegen woon, want tegenwoordig heet het Vierdaagse Feesten. En daarvoor heette het Hypotheekvisie Vierdaagse Feesten. De trend om namen van sponsoren aan evenementen te koppelen is niet nieuw. Dat zien we bijvoorbeeld bij basketbalploegen en bij voetbalclubs. Het Waaghals-Valkhof-affaire optreden van Jacques Splinter op zondag 18 juli van 4 tot 7 is hierin de overtreffende trap. Ongesponsord verzamelde hij de afgelopen jaren gestaag reclamesingeltjes. Reclamesingeltjes zijn gemaakt in de jaren 50, 60 en 70, omdat in die tijd radioreclame nog niet was uitgevonden. Fabrikanten lieten bekende artiesten liedjes maken die wel te horen waren op de radio. En zo indirect de Hollandse en andere waar aanprezen. Op vinyl en tegenwoordig ook al op cd komen op 18 juli 3 uur lang de hoogtepunten voorbij. Afgewisseld met andere erge plaatjes. U hoeft zich niet te vervelen op zondag 18 juli 2010. Kom naar het Valkhof en luister zittend op een van de stoeltjes van de Marquise of de Hurama onder het genot van een Jupiler, Heineken of Grolsch biertje, een frisdrankje van 7-Up, Chocomel van Nutricia, een yogidrinkje wellicht of een Vitenswatertje naar deze muziek. En andere erge plaatjes. Het dragen van sluikreclame-t-shirts is aanbevolen ter verhoging van de sfeer. Bavaria-babes worden niet verwijderd. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende week. Nog een waarschuwing. Het begint om 4 uur, het duurt 3 uur, het kost niets, maar wees er snel bij, er kunnen maximaal 5000 mensen in het Valkhofpark.